Hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren, over de Ortur Lasermaster 2 15 watt versie. Dit keer zei ik het goed, de vorige video was ik daar niet zo goed in. Kan gebeuren. Vandaag best wel een beetje een bijzondere video en ook al was even een aankondiging naar volgende video's die gaan komen. De bijzondere video bestaat hieruit. Ik kom regelmatig op AliExpress. Veel van de dingen die je in de hobby-sfeer kunt gebruiken en die in grotere hoeveelheden moeten komen en die goedkoop moeten zijn, kun je het beste kopen bij AliExpress. Waarom? Simpelweg dat veel van de leveranciers, en dat is eigen ervaring in Nederland, die producten verkopen die ze ook op AliExpress verkopen, komen simpelweg daar vandaan en zijn dan simpelweg twee keer tot soms drie keer zo duur dan dat ze bij AliExpress kosten. Enige nadeel van AliExpress natuurlijk is de levertijd. En heel soms raakt er wel eens wat zoek, maar over het algemeen kun je daarvan geld terugvorderen bij AliExpress. Alleen duurt het heel lang voordat je dat kunt doen, maar dat kun je in de gaten houden natuurlijk. Ik kwam bij AliExpress tegen een soort van transferfolie, een soort van papier met een of andere kunststoflaag erop, die je op keramiek kunt aanbrengen. En met keramiek bedoelen we in dit geval tegels, bekers, glas, spiegels, acryl en misschien nog wel meer materialen, bijvoorbeeld leisteen of weet ik wat dan ook. Die kun je daarop aanbrengen. En als je dat dan lasert met de juiste instellingen, dan krijg je de afdruk die je daar gelaserd hebt op het materiaal te zien in de kleur van de sheet van het transferpapier. Ik heb hier zo'n sheet met transferpapier en ik heb bewust blauw besteld. Ik ga dit straks op een glanzende tegel proberen. En ik kan je garanderen, op een glanzende tegel krijg jij zonder dat je een medium gebruikt. Denk even aan de witte spuitverf die ik regelmatig gebruik. Zonder dus extra middelen krijg jij daar geen afdruk op. Sterker nog, zelfs al gebruik je supersterke lasers. Ik werk voor mijn plezier af en toe een paar uurtjes in de week op een Mopa Fiber laser. Dat zijn lasers waar metaal mee gelaserd worden. En waarvan je zelfs RVS met kleur kunt laseren. Dat is niet zo gemakkelijk, maar het kan wel. En dat zonder extra middelen. Want als je dat met onze diodelasers wil doen, dan heb je daar een product als Cermark voor nodig. En Cermark, een spuitbusje Cermark, kost dan gewoon €100. Nou, ga ik eens niet aanschaffen. Ik ben niet gek natuurlijk. Maar dat is metaal. Nou, die Mopa die is zo sterk dat hij dat dus zonder die Cermark kan. Maar zelfs met die Mopa laser, en toevallig heb ik het van de week nog een keer geprobeerd, en krijg ik geen tegel gelaserd zonder dat ik daar bijvoorbeeld spraypaint op aanbreng of andere middelen op aanbreng. Dit materiaal wordt dan ook aangekondigd als zijnde voor CO2 lasers en voor fiber lasers en dus onder andere voor die fiber Mopa. Maar ik ben er eigenlijk bijna van overtuigd dat dit ook moet kunnen met een diodelaser. En dat ga ik dan ook proberen. Onder de video ga je straks zien waar je dit kunt downloaden. Zo'n sheet is dus groter dan A4. Ik denk dat het twee keer A4 is, vermoed ik. Niet helemaal precies zien, maar twee keer A4. Dat maakt het volgens mij A3. Ja. Kun je in stukjes knippen en dan kun je dat materiaal aanbrengen op je keramiek. Daarvoor moet je het in water leggen. Daarmee lost de blauwe laag op, die lost zich los van de witte laag. En dan kan je dat voorzichtig op het aan te brengen materiaal aanbrengen. En dan het water eronder uit proberen te vegen zoveel mogelijk. En dan met je laser bewerken. Ik heb geen idee of het gaat werken. We gaan het uitproberen, zeg maar. Ik kan nu al zeggen dat het zullen lage snelheden zijn en hoge power. Dat zal het zijn. Desalniettemin ga ik het eerst proberen met een power range. En dat is ingebouwd in Lightburn. In Lightburn is ingebouwd dat jij zeg maar een aantal blokken kunt gaan weergeven die allemaal met verschillende powers en verschillende snelheden gaan lezen. En op die manier kun je gaan vaststellen wat is nou de ideale setting voor jouw materiaal. En dat kan met elk materiaal zijn. Dat kan het lezen van hout zijn zonder bijzondere middelen. Maar kan dus ook zeg maar zijn het lezen van een tegel die met witte spraypaint bespoten is. Maar ook met dit materiaal dus. En dat ga ik zometeen doen. Ik ga je zometeen in de video laten zien hoe je Lightburn kunt gebruiken om zo'n power scale te maken. En als we daar de juiste setting hebben, dan gaan we ook daadwerkelijk iets lezen op die tegel. Niet dat die tegel verder belangrijk is, maar het gaat erom dat het resultaat uiteindelijk goed is.
Ik zei dat het ook een vooraankondiging was. En dat klopt. Want ik heb ook een vooraankondiging. Ik heb namelijk besteld een omkasting voor de laser. Maar niet van Arthur zelf. Maar veel te duur af. Ik heb er een besteld bij Comgrow. En die is ook beduidend veel groter dan dat ik dat eigenlijk graag zou willen. Maar wat voor mij belangrijk was, was ook de hoogte. Want die hoogte die is dusdanig dat ik er ook een camera in aan kan brengen. En met een camera kunnen we hele leuke dingen doen met Lightburn. En dat ga ik proberen je te laten zien in komende video's. Dus zodra als die omkasting binnenkomt, gaan we die omkasting in elkaar zetten. Dat is geen hout of zo, dat hoeft niet geschroefd te worden. Dat is in elkaar zetten, maar dat ga ik je laten zien. Dus unboxen en in elkaar zetten. Daar zit bij aan de linkerkant en aan de rechterkant, dus je kunt kiezen, de mogelijkheid om een flexibele buishouder aan te brengen. Of beter een buishouder aan te brengen waar een flexibele buis op past. Denk even aan een buis van een wasdroger. Dat zijn 100 mm buizen, dus 10 cm diameter. En dat kun je dan weer op een afzuigsysteem aansluiten of naar buiten toe leiden, zodat je er ook buiten uitkomt. Nou, dat zijn dus dingen dat ga ik doen. Ik heb daar al iets voor geprint met mijn 3D printer. Dat krijg je dan wel te zien. Waarom wil ik dat hebben? Ik wil dat hebben omdat ik zeg maar hopelijk in maart weer te gast ben bij Mode Meets Motelbouw in Capellen in België. En ik wil dan eigenlijk mijn eigen laser bij me hebben. Het is niet de Cubio 2 die ik af en toe mee mag nemen van de firma waar ik wat hobby. Want het ding is gewoon heel lastig aan te sturen. Moet ik met een tablet doen en is heel erg niet prettig, zeg maar. Daar komt waarschijnlijk wel ook een update voor uit in Lightburn. Maar voorlopig zie ik dat nog niet zo gauw gebeuren. Dus ik wil mijn eigen laser mee hebben. Inclusief mijn eigen afzuiging. Inclusief dus ook die pijp eraan vast, waardoor ik zeg maar die afzuiging zeg maar kan bedienen via die pijp. En dat is dan de volgende video daarin natuurlijk het aanbrengen van een camera en wat we daar allemaal mee kunnen in Lightburn. En ik kan je alvast best wel even een klein tipje van de sluier oplichten. Als jij een stuk materiaal hebt en je legt dat op je werkbed, al ligt het krank en scheef en krom, kan mij dat niet schelen. Op het moment dat ik dat met die camera ga doen. Natuurlijk moet je daar een paar stappen voor uitvoeren. Dat mag duidelijk zijn. Maar kan ik simpelweg. Dat object wat ik daar neergelegd heb. Dat is zeg maar zichtbaar als zijnde zeg maar het werkbed. Dus als ik iets pak wat ik daarop wil laseren. En ik draai dat zo dat het precies op dat werkbedje past. Precies op die plek waar ik dat wil hebben. Hoef ik niks meer uit te richten. Niks meer te doen. Ik kan gewoon tegen de laser zeggen. Hey, gang maar. Want hij doet het daaruit laseren. Waar die camera het object ziet uiteindelijk. Dat is misschien wat moeilijk verteld, maar dat gaan we wel zien als we die camera gaan inbouwen. Maar dat is over, ik denk over 2-3 video's pas. Ik weet ook nog niet of dat snel gaat zijn. Dat kan wel eens zijn dat het pas november wordt, want in eind oktober gaan we een week weg. Vandaag gaan we ons bezighouden met transfer paper voor lasergraveerders. Ik ga naar Lightburn om je te laten zien hoe we een powerscale maken. Zo, in Lightburn kunnen we gaan naar Laser Tools, hier bovenaan. En kunnen we naar een material test, een materiaal test. Slecht vertaald, ik weet het. Geen probleem, het zij zo. Die material test kunnen we gaan aangeven. Er zijn een aantal presets die je kunt doen. Dat is allemaal leuk en aardig, ik heb geen presets hier. Je kunt het aantal verticale rijen en horizontale kolommen gaan invoegen. Je kunt aangeven van wat wil je op de rij zien en wat wil je op de kolom zien. Snelheid of vermogen of misschien zelfs wel andere waardes. Je geeft een minimum aan en een maximum aan. En als er bijvoorbeeld 10 is en het minimum in dit geval is 600 en het maximum is 18.000. Dat lijkt me erg veel, want dat is millimeters per minuut, maar oké. Dan zal die dus het verschil, dus 17.400 door 10 delen en dus 10 verschillende rijen maken met die waardes die daar dan bij horen. De hoogte van de blokjes, in dit geval 5 mm. En op welke positie het allemaal komt te staan. Nou, dat gaan we instellen. Wat ik ga doen, ik ga het instellen op 6. 6 bij 6. Oh, dat was 7, niet liegen. 6 bij 6. Ik wil inderdaad snelheid en vermogen zien. Dat zijn de twee belangrijkste eigenlijk. Ik begin met een lage snelheid van 200. En een maximum snelheid van, nou zeg, ik durf haast te beweren, dat zal niet meer als 1000 zijn. En wat vermogen betreft, het moet een redelijk hoog vermogen zijn.
Nou is het maximum bij mij is 90 wat mij betreft. En zijn minimale vermogen, nou omdat het 6 blokjes zijn, laten we dat op 50 of zo zetten, zoiets. Ja. Oké. De hoogte van de blokjes zijn 5 mm, is voor mij voldoende. Dat centrum, dat is ook prima voldoende. En dan kan ik een voorbeeld van laten zien. Hier is de knop voorbeeld. En dan gaat dat er dus zo uitzien. Ja. Dan zien we dus dat hij zeg maar speech heeft tussen deze waardes. He, eventueel kan je dat later nog een keer doen, maar dan met nog wat zuiverdere waardes. En de power intervals tussen de 50 en 90%. Oké. En dan kan ik vervolgens dat, zoals gebruikelijk, met kader op de laser zeg maar, uit gaan richten van waar dat dan terecht gaat komen op de tegel. En daarnaast kan ik het dan natuurlijk starten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kan het ook opslaan, verder niet belangrijk. Maar dit is wat we gaan doen. 6x6, 200 bij 1000, 50 bij 90. En dat gaan we laseren zometeen. Ik ga eerst kijken op de laser hoe groot dit gaat zijn. Dan weet ik ook hoeveel ik van dat blauwe materiaal moet uitknippen. En dan gaan we dat blauwe materiaal op de tegel aanbrengen. Oké, wat we nodig hebben is ongeveer 6x6 centimeter. En dat ga ik dan ook uitmeten eventjes, want het is zonde om het materiaal te verknallen. Oké, ik weet niet of ik even een pen heb of een potlood. Hier heb ik een potlood. Daar zo. En dan is dit 6 centimeter, ja. En het zouden hier... Zo. Dat gaan we uitsnijden. Ik pak een schaar en ik knip dat uit. Dit is dus de afbeelding waar die power scale op moet kunnen. Die moet op 6x6 passen. Zo. Het overtollige materiaal leggen we aan de zijkant. Pakken we een bakje water. En daar gaan we dat inleggen. Je ziet meteen dat het materiaal opkrult. En nu is de kunst dat we dat natuurlijk gaan aanbrengen, zometeen, op die tegel. Even kijken of dat al voldoende is gebeurd, het opkrullen. Het zou kunnen van wel. Nee, dat moet nog iets langer. Even kijken of we dat voor elkaar krijgen. Ik heb overigens gelezen lauw water. Ik heb koud water genomen. Dus misschien zit het probleem daar wel in. Weet ik niet. Moeten we zo meteen kijken. Nee, het kan eraf. Dat voel ik nu al. Even een doekje pakken. Zo. En zie hier... En ook nog eens een keer op een mooie manier, plat, is mijn, zeg maar, mijn transvettape is erop aangebracht. Oké, en dit gaat naar de laser. En daar gaan we dus laseren die power scale. En dat gaan we nu doen. Even een kleine video van hoe dat dan eruit ziet. Je ziet natuurlijk niet heel veel, ik kan wel zeggen het ruikt. Dus ik ga mijn afzuiging aanzetten. En we gaan benieuwd zijn naar hoe dit straks uitpakt. Als het klaar is, kom ik bij je terug. Nou, het is van de laser af. Ik ben vooralsnog niet overtuigd als ik het zo zie. Maar wat we gaan doen, we gaan het in water leggen. En dan gaan we de overgebleven tape eraf halen. Zo. En dit zou er zo maar in te moeten leiden dat ik zeg maar die het blauwe vinyllaagje als het ware eraf kan halen. En dan gaan we zien wat er van over is gebleven. Want dat is natuurlijk de grote hamvraag natuurlijk. Ik weet niet of dat al lukt. Doorzichtig wel, maar... Nou, laat het maar heel eventjes inweken. Ben ik zo bij je terug.
Zo, ik heb het even laten inweken. En dan gaan we hem er nu uithalen. En dan gaan we eens kijken of we de tape eraf kunnen halen. Ik had al een video van iemand gezien, dat weliswaar met een CO2 laser. Die zei, het heeft wat overtuiging nodig, zei hij. Nou, dat zal. ik heb geen idee. Ik heb iets van een bakje even nodig om de restanten erin te doen. Moet je even wachten. Nou, een stukje papier werkt ook, dat ik het erop kan leggen. Zo. En dan gaan we eens kijken of ik dat eraf kan halen. Als ik het er zo af heb, laat ik je het resultaat zien. Ja? Nou, lieve mensen, ik weet niet of u het kunt zien. Geen geweldig resultaat nog. Maar wat het wel opvalt, is dat zeg maar hoe lager de snelheid wordt, hoe blauwer de afdruk wordt. En het gekke is dat juist de hogere powers, die zitten aan de rechterkant, juist weer minder worden. Dat betekent dat ik eigenlijk zou moeten gaan kijken tussen de 50 en de 200 en dan tussen de 25 en 50%, zeg maar. Dat ga ik proberen. Dus we gaan een nieuwe test doen. Nogmaals tussen de 50 en de 200 en de 25 en de 50. Zo, lieve mensen, dit was de tweede test. De bovenste, dus deze, dat was de eerste test. Dit hier is de tweede test. Ik ben bang dat het toch niet gaat werken in die diodelaser. Laat ik het zo zeggen, je krijgt er een permanente afdruk van. Dat is wel het geval. Hè? Dus in de plaats van gebruik te maken van witte spraypaint en dan eventueel af te werken met poedercoatpoeder, wat eigenlijk een hele mooie afwerking is, krijg ik dat hier niet echt. En wat ik vooral niet krijg, en dat is het ergste vind ik daarvan, dat is zeg maar de blauwe kleur, want het zou blauw moeten zijn. Ik heb de tweede test moeten uitvoeren met een speed van maximaal 100 up to 300. Waarom? 100 was de laagste waarde die ik het mee kon geven. Daarnaast heb ik zeg maar de power heb ik ervoor gekozen om dat te doen tussen de 20 en de 50%. Als ik er naar kijk en ja, je ziet nauwelijks verschil, laten we dat voorop stellen, dan denk ik dat de ideale instellingen zou zijn 140 power bij 35%, 140 speed bij een goede 35% power. Ik zeg 35, het zal nog iets lager moeten zijn, want ik heb dat niet helemaal goed gelezen. Eigenlijk moet ik kiezen hiervoor, ja, ik vind het een moeilijke hoor. Ik denk dat ik ga kiezen voor 38% power. Dus geen 35%, 38%. Nou, dan kan ik die 35% ook gewoon laten. Dat is verder niet zo'n thema. Maar ik kan niet zijn dat het blauw is. En dat is eigenlijk het verhaal. Ik ga een test doen. Ik ga een test doen met een afbeelding. Want dit zijn blokjes. En leuk allemaal die blokjes. Maar ja, het levert niet zo heel veel op. Ik ga het dus doen met een afbeelding. Ja, je zult zeggen van misschien moet je meer snelheid gaan gebruiken. Dat zou misschien kunnen. Maar daar zien we hierboven van dat het al niet gaat werken. En dus met andere woorden, wat mij betreft is het toch een kwestie van lage snelheid. Maar ook een relatief lage power. Ik denk niet dat als je de power veel hoger gaat maken, dat je die blauwe kleur gaat krijgen. Dat zal dus betekenen dat in dit geval ik fout in de aanname zit. Tot zeg maar dit materiaal ook met een diodelaser gebruikt kan worden. Dat je dus toch echt wel met een fiberlaser of met een CO2 laser met dit materiaal moet gaan werken. Advies is dus niet aanschaffen. Maar we gaan wel even een echte afbeelding maken. En dat, het procedé is natuurlijk hetzelfde, dus dat ga ik je niet opnieuw laten zien. Ik ga je straks wel het eindresultaat laten zien. Tot zo. Nou, we zien hij is bezig met het maken van die afdruk. Om te beginnen was er vanmiddag ook een update van Lightburn. Dus die heb ik tussendoor uitgevoerd. Ik heb alleen gezien dat het hoofdzakelijk bugfixes betreft. En dus geen grote bijzonderheden. Ander dingetje wat ik nog even vooraf vertel, is dat ik heb gemerkt dat als ik de tegel in warm water leg en ik laat hem daar een kwartiertje in liggen, dan is het een heel stuk makkelijker om de film, om zeg maar dat papier te verwijderen. Dus dat werkt ook in elk geval. Aan het eind ga ik je nog even laten zien hoe het eruit ziet. Het eindresultaat van deze
laseractie. Tja, op zich natuurlijk een heel mooi plaatje, heel mooi resultaat. Het ziet er op zich helemaal niet slecht uit. Alleen zoals al gezegd, het grote nadeel, het is niet blauw. En dat had het moeten zijn. Het is dus wel te gebruiken als een soort van medium, om bijvoorbeeld op een tegel te kunnen laseren of op een glas bijvoorbeeld. Maar de kleur blauw komt er bij een diodelaser in elk geval niet uit. En dat is waarom ik zeg niet kopen. Ik mag het natuurlijk wel kopen, maar blauw blijft blauw. Rood is rood en in mijn optiek is zwart of grijs is zwart of grijs. En dat is eigenlijk de kleur die ik hier voor mij zie. Ook mislukte projecten moeten wat mij betreft gefilmd worden, omdat dit product nu eenmaal aangeboden wordt op AliExpress. En dat is ook de reden waarom ik deze video toch doorgang laat vinden, zodat je weet en zodat je ziet dat dat met een diodelaser nog niet zo eenvoudig is. Ik hoop toch dat je het leuk hebt gevonden. Tot de volgende keer. Daag.